Oké, okay, we hebben de tweede rode wijn. En dat is de Di Leonardo uit Veneto. En het is een 100% Merlot. Als we weer beginnen met de kleur, dan zien we vrij snel al dat deze wijn een gemiddeld robijnrode kleur heeft. Dan gaan we naar de intensiteit van de geur. En die is gemiddeld. Ja, het is heel fruitig, maar wel heel rijp. Dat heeft misschien weer te maken met het feit dat het een wat warmer jaar is. Veneto heeft ook echt wel veel zonuren. Dus je hebt rijpe aardbei, pruimen, een beetje pruimgebakje, bramen, blauwe bes, wat kaneel. Het is je allemans vriend. Het is Merlot. Een beetje dat pruimige en dat aardbeidjes, dan weet je al vaak. Dan gaan we nu naar de smaak. En daar is ook iets leuks aan de hand als je het over Merlot hebt. Nou, hij is droog. Gemiddelde zuren, gemiddelde tannines, gemiddelde body, gemiddeld alcohol. Het is je allemans vriend. Het is Merlot, alles gemiddeld. Dat is eigenlijk Merlot ten voeten uit. En het is altijd wel een handig geheugensteuntje als je dus alles, ja, als alles gewoon zo in het gemiddelde zit. Je hebt niet mega hoge tannines, je hebt niet mega hoge zuren. Het is gewoon allemaal, iedereen vindt het lekker. Ook gewoon niet te heftige houtgebruik. Dat kan natuurlijk wel, want in Bordeaux doen ze dat bijvoorbeeld. Valt dat wel veel meer op. Maar hier is het allemaal heel erg op zijn fruit. Ja, en ook die afdronk is eigenlijk gemiddeld. Ik kan het nog even testen. Ja, blijft eventjes hangen, maar niet mega lang. Dus hier kunnen we weer de conclusie zetten van het is een goede wijn. Hij heeft balans. Nou, en die balans zit hem in dat hele rijpe fruit. Bijna dat, nou ja, aardbeien jam. Ja, heel rijp. Maar toch ook wel die frisse zuren. En dat maakt het natuurlijk dat je die balans, dat is heel aangenaam, is in de mond. Ja, het is niet mega complex. Dus daar geen puntjes. Ja, misschien dat er wat houtrijping is, maar niet noemenswaardig. Afdronk is natuurlijk ook... Het is gewoon goed, maar het is niet mega lang. Dus daar geen puntje. Nou, ik wil eigenlijk nog wel een glas, want het is hartstikke prima. Cheers!